Goedemorgen. Hallo, hallo vanuit Centerparks de Vossenmeren. Oh, dit zijn mooie beestjes, hè, schat. Oh, kijk eens. De flamingo's. Waar zie je die? Ja. Oh, de waterschildpad hier. Amai. Het brengt gezelligheid. Oh, ik hoor daar ook nog een papegaai. Daar van boven. Zie je ze? Papegaai daar van boven. Ah, ja. Wat een beestenbende hier, hè? We gaan vandaag zwemmen in de Aquamundo. We hebben er heel veel zin in. We hebben onze onderwatercamera ook weer mee, dus dat gaan we helemaal mooi in beeld kunnen brengen. Maar eerst nog eten en dat doen we vandaag bij Evergreen. Dat is het ontbijt, Evergreens. Kan je lekker ontbijt nemen? Hey, of dat lekker is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar we gaan het nu ontdekken. Kijk, voor je binnen mag, moet je eerst nog een paar vragen beantwoorden. En op basis daarvan word je uiteindelijk al dan niet binnengelaten. Zojuist beantwoorden, hè? Hé, hey, we hebben een groen duimpje gekregen. Ja, kijk. Dat is positief. Ja. Dat is hier. Van deze? Ja. Ja. En ja, ik zou ook wel een bafeltje. Ja. Dat was het? Ja. Dan kom je samen bekwaam. Kunt hier de zoetigheden nemen? Ja. Dat zal het zijn. Dat zal het zijn. Dankjewel. Wat ziet dat er allemaal lekker uit, zeg. Kijk, we hebben hier pannenkoekjes meegenomen. Een croissantje heb jij, je hebt al bonen. Ja. Ik heb wat stukjes spek mee, een fruitsalade, een stukje wafel, twee pistoleetjes. En we hebben twee koffietjes laten zetten, hè. Jij een cappuccino en ik een gewone. Ja. Ik vind trouwens ook dat ze hier super vriendelijk zijn, de bediening. Mm-hmm. Dat valt wel meteen op, hè. Dat is altijd wel heel fijn, je voelt je meteen thuis. We zijn omgekleed, we zijn eigenlijk in zwembroek naar het zwembad gekomen. We hebben onze kleren achtergelaten aan een stoeltje. En hier zijn we dan bij de Aquamundo. En zo ziet het er hier van binnenuit. Zoals je ziet, in het midden een leuke glijbaan, de Monkey Splash. Is nog niet zo heel erg oud. Dan ga je langs een tube, doorzichtig, half doorzichtig, zo verder naar een trechterglijbaan. En rondom de glijbaan zit een heel plezierbad, zeg maar, waar je een beetje kan dobberen. Hier start een stroomversnelling en ook eindigt ze hier. En daar, als je langs daar verder gaat, kom je uit aan het golfslagbad. Er zijn verplichte looproutes, zodat je niet moet kruisen met andere gasten. Dat is eigenlijk, heeft een heel veilig gevoel. We zullen dat ook maar eens even de route volgen. Passeren we langs het kinderbad, altijd leuk. Links zie ik daar al een waterval, mooi. Je hebt trouwens een mooie bikini aan. Dank je. Tunis, show is af. Van waar komt die eigenlijk? Het is een naked bikini. Naked, ah. Naked fashion. Alright. Voilà, hier heb je het golfslagbad. De golven zijn momenteel niet bezig. Maar de waterval die is wel aan het gaan. En dat brengt toch wel een sfeertje met zich mee, hè? In de verte zie je ook nog de trechter van de glijbaan. Het koraalbad is ook weer open. Dan moet je daarvoor deze route nemen. En dan kom je terecht hier in de onderwaterwereld van de Aquamundo. En kan je deze vissen allemaal zien. Van de vorige keer weet ik nog dat dit best koud water is. Allee, het is altijd wat frisser. Dat is natuurlijk omdat die vissen, die kunnen zo warm water niet verdragen. Dus dat is iets frisser water. Dat gaan we zeker nog doen vandaag, maar ik ben daar nu nog niet klaar voor. Ik ben iemand die houdt van warm water. En gelukkig, het water hier in het zwembad is hier altijd op goede temperatuur. Dat is ook wel goed natuurlijk. Hier komen twee glijbanen uit. Dan gaat de route weer verder. We gaan de tunnel door. We lopen onder een glijbaan. Dit is leuk, hè? Hier kan je kijken naar het buitenbad. Ik zie iemand. Wat grappig. Hier heb je nog een stuk van de stroomversnelling. En daarnaast heb je de familieglijbaan. En dan gaan we nu de trap op.
komen we aan op het plekje waar wij onze handdoeken hebben achtergelaten. Dat is hier. En hier heb je een mooi uitzicht op het zwembad. Ideaal om hier te zitten. Heb je er zin in? Ja, zeker. Kijk eens hier. Een grote tol. Daar start de Monkey Splash. Die gaat helemaal zo tot en met hier. Dan kom je hieruit in het buitenbad. En vanaf het buitenbad kan je starten met de wildwaterbaan die daar zit. Dus dat is heel erg fijn, hè? Van de Monkey Splash zo naar de wildwaterbaan. We gaan starten met de wildwaterbaan natuurlijk. Jolien durft niet van de Monkey Splash. Ik wel, ik ga hem trotseren. De glijbaan is geopend in 2012. Ik ben heel benieuwd wat hij nog altijd even soepel glijdt als toen bij openingstijd. Ik heb hem toen dat hij open was, meteen denk een maand later of zo gaan uittesten hier. Dus ik ben heel erg benieuwd of het nog steeds hetzelfde leuke baantje is als toen. Vanaf hier heb je het hoogste en wat mij betreft het mooiste uitzicht op het park. Hier zie je het golfslagbad. Daar zie je het terrasje waar wij onze handdoeken hebben liggen. Hier zie je nog een glijbaan passeren. Ja, leuk hè mannen. En hier heb je hem. De Monkey Splash. Op mij te wachten. Het is nu nog rood. Daar kan elk moment verandering in komen. Het is showtime. Let's go! Hij is nog altijd even goed als toen. Oh my god, man, dat moet je echt ook gedaan hebben, joh. Echt zalig. Glijbanen van 1987 kunnen al eens wat ruiger zijn. En dat is ook fijn. Een redelijk steile familie glijbaan. We gaan een raceje doen natuurlijk. Wie gaat er winnen? Jij. Ja? Waarom? Ik wil zeggen ik, maar ik vind die start meestal. Dus daarom jij gaat winnen. Oei, oei, oei. 3. 2-1. Wie is er gewonnen? Nou, ik denk ook dat het gelijkstand 1-1. En hier zijn we bij de stroomversnelling. Ben je al aan het versnellen? Ja, maar kijk, stik je gewoon voorbij. Ja, er zit veel stroom op de stroomversnelling. Go, 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 go! Woo!
Ik had niet verwacht dat hij zo snel ging gaan. Nee, maar heel veel schuine bochten. Heel en donker. Ja, leuk, aanrader. Vond je hem leuk? Superleuk. Blijf maar nummer 2. Go, go, go. Heb je het leuk gehad? Super leuk, dat ligt top. Ik ook, vond echt super. Alle glijbanen waren open, daar ben ik heel erg blij om. Alles werkte perfect en gleed ook echt heel erg goed. Ik heb alle glijbanen ervaren zoals ik dat ooit ook al eens ervaren heb. Misschien zelfs beter. Ja. Stroomversnelling vond ik heel erg veel stroom op zitten, dus dat was ook wel heel aangenaam. Voor de rest, watertemperatuur zat perfect, ja. Heel warm. Het koraalbad hebben we niet gedaan. Ah. Ja. Maar ja, we zijn er nog een tijdje. Misschien dat we die nog later kunnen doen. Ja. Blijf onze vlogs volgen, want we gaan nog veel meer Centerparks zaken in beeld brengen. We zijn er nog wel een tijdje, dus volg ons zeker. En heel graag tot morgen voor weer een nieuwe Centerparks vlog. Ja. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.